Vandaag ga ik jullie drie concrete tips meegeven hoe dat je meer droomklanten kan aantrekken voor jouw personal training business. Let's do this. Nieuwe klanten aantrekken voor je personal training business is eigenlijk niet zo moeilijk. Maar de ideale klant, jouw droomklant aantrekken, die klant waar je graag mee werkt, die klant waar je energie uithaalt, die klant die jij als expert het beste kan helpen, om net die klant te gaan aantrekken, dat is net iets moeilijker. En daarom geef ik vandaag drie concrete tips die jou helpen om die juiste klant aan te trekken voor jouw business. Tip nummer 1. Maak het kristalhelder op je website wie jouw doelgroep is en wat je doet. Ik ga een voorbeeld geven op mijn computer op een demo-website die ik gemaakt heb, dus ik ga jullie even meenemen. Dit is een website die ik gemaakt heb als demo-website die we gebruiken voor onze klanten om te zien wat we juist doen. Nu, deze website was gemaakt voor jonge papa's. Zoals je ziet noemt het The Fit Dad Project. Personal training voor jonge papa's. En dan als slogan of als quote: make your 30s better than your 20s. Nu, ik ben ervan overtuigd, als mijn doelgroep jonge papa's zijn, ze komen op deze website en ze zien deze tekst, dat ze meteen verkocht zijn en direct weten van, oh, ik ben op de juiste plaats. En dat is net wat we willen bereiken. Dat is de kracht van die niche. En door dat zo specifiek te zetten op jouw website, ben je zeker dat je de ideale klanten gaat aantrekken voor jouw business. Nu, iets wat ik heel vaak hoor is personal trainers die zeggen van ja, maar als ik dat op mijn website zet, dan ga ik toch geen andere klanten niet meer aantrekken. Maar dat is net het punt. Je wilt toch net werken met die klanten die jij heel goed kan helpen, waar jij expert in bent. Je wilt toch net met die klanten werken waar jij als personal trainer energie uithaalt, waar jij gelukkig van wordt. Dit is een lange termijn strategie, geen korte termijn gewin. Dus dat vind ik heel belangrijk om mee te geven. Door dit te zeggen, door specifiek die doelgroep aan te spreken, door specifiek te zeggen wat je doet en wie je begeleidt, ben ik er 100% van overtuigd dat de mensen die wel binnen jouw doelgroep passen, als die op jouw website komen, gaan die sowieso voor jou kiezen. Als jij net als een standaard personal trainer zegt, ik help alles en iedereen, dan gaat die klant, die ideale klant die eigenlijk perfect bij jou past, op jouw website komen en gaat die misschien eerst nog eens bij 4 of 5 andere concurrenten kijken. Dan gaat die misschien een keuze maken op basis van de prijs of op basis van de locatie of wie dat de mooiste website heeft. En dat wil je niet, dus dan verlies je die ideale klant. Wij mikken op die ideale klant, want daar ga je het meest aan hebben op lange termijn. Dat zijn de klanten die van jou gaan blijven kopen, die misschien wel 5, 6, 7 jaar bij jou gaan blijven, of langer. Dus denk op lange termijn, niet op korte termijn. Tip nummer 2. Creëer waardevolle content voor je klanten. Wat ik vandaag heel vaak zie, is dat er heel veel algemene tips worden gegeven. Heel veel algemene tips rond workouts, rond oefeningen, heel veel algemene tips rond voeding, algemene tips rond mindset. Maar als je diezelfde content zou gebruiken en mikken naar een heel specifieke doelgroep, dan ga je net hetzelfde resultaat hebben als bij die website. Dat je echt jouw doelgroep gaat bereiken. En een heel leuke en een heel krachtige methode om relevante content te maken is de FPG method. Het staat voor Fears, Pains en Goals. Dus je echt gaat inspelen op de behoeften, op de pijnpunten en op de situatie waar die klant naartoe wil, die doelen. En dat je op basis van die gegevens ga jij dan eigenlijk je content maken, zodat die mensen die je volgen, dat die oprecht geïnteresseerd zijn in wat je doet en dat jij kan tonen dat je expert bent, dat is super belangrijk. Ik heb een meer uitgebreide video gemaakt over dit specifieke topic. Die kan je vinden op mijn YouTube-kanaal. Mijn YouTube-kanaal is Jeroen van Poeier. Het is heel makkelijk te vinden. Maar dus probeer geen generieke content te posten, probeer echt content te posten die relevant is voor jouw specifieke doelgroep. Dat is super belangrijk en dat is weer al een lange termijn strategie. Ik heb liever 100 volgers die binnen mijn doelgroep passen, die van mij willen kopen, dan 10.000 volgers waar ik in principe niets aan heb, die nooit van mij zullen kopen. Dat is een heel belangrijk denkpatroon dat ik toch wel wil meegeven in deze video. Tip nummer 3. Wees assertief en laat die assertiviteit in jouw voordeel werken door het Facebook en het Instagram algoritme voor jou te laten werken. Wij hebben allemaal een ongelooflijk sterk netwerk. Op Facebook alleen al heeft de gemiddelde persoon tussen de 500 en de 700 vrienden. Dat is een heel krachtig netwerk dat jij kan gaan benutten om nieuwe klanten te gaan zoeken. Ga eens kijken op je netwerk, ga eens kijken tussen je Facebook vrienden. Wie van die mensen past er binnen jouw doelgroep en durf hen aanspreken. Al zeg je gewoon, hey, hoe gaat het met jou? Het is even geleden. Weet je nog die tijd in het park 2 jaar geleden? Of weet je nog die tijd op Pukkelpop met Mark en Jos? Leg even contact, vraag hoe het met de persoon gaat. En 9 van de 10 gaat die persoon ook vragen hoe het met jou gaat. Dat is het ideaal moment om te vertellen wat jij doet, om jezelf even voor te stellen, om jouw personal training concept even toe te lichten. Wie weet hebben ze wel interesse en wie weet bijten ze wel. Als ze niet direct verkocht zijn, dan heb je toch het algoritme geboost, want Facebook is user-based. Dat wil zeggen dat zij
hun uiterste best doen om het platform zo interessant mogelijk voor de gebruiker te maken. Dus zij gaan kijken, oké, welke content en welke personen zijn interessant voor deze persoon. En door in interactie te gaan met die personen, door een gesprek te voeren, een wederzijds gesprek te voeren met die contactpersoon, gaat Facebook zeggen, ah, deze persoon is belangrijker dan een persoon waar dat die persoon 2 maanden geleden mee gepraat heeft. Dus jouw content zal nu eerst op die tijdlijn komen en zal prioriteit zijn voor die persoon. Dus daardoor wordt jouw content geboost dankzij het algoritme. Dus dat is ook weer interessant, dan gaat die persoon, die potentiële klant, gaat dan jouw content zien verschijnen en zo blijf jij top of mind. Dus als die persoon op een bepaald moment zegt van oké, nu is het tijd om aan personal training te beginnen, ik moet aan mijn conditie werken, ik moet een paar kilo's verliezen, dan gaat die sowieso eerst bij jou terechtkomen, want ze ziet jou dagelijks verschijnen door de content die je post, omdat jij in die bovenste lade ligt. Jij bent top of mind. Dus jij bent de eerste personal trainer waar die persoon aan denkt en naartoe zal gaan. En dat is iets heel krachtigs. Dit zijn 3 korte en eenvoudige tips die je direct kan toepassen, die je meteen kan implementeren en die je gratis kan gebruiken om meer ideale klanten aan te trekken voor jouw business. Als je iets aan deze video hebt, dan kan je mij een enorm plezier doen door dat te laten weten in een reactie op deze video. Ken je nog andere personal trainers die hier mogelijk iets aan hebben aan deze tips? Stuur deze video dan gerust door, daar doe je mij een enorm plezier mee. Bedankt om te kijken en tot binnenkort. Super bedankt om deze video te bekijken, daar doe je mij een enorm groot plezier mee. Ik ben zelf business coach en ik help personal trainers om hun business te groeien en te scalen en om meer klanten aan te trekken. Wil je meer weten over wat ik doe? Neem dan gerust een kijkje op de website ptboost.be. Tot binnenkort.